Welkom bij Crash Course. In deze podcastreeks nodigen we founders, sector-experts en marketing-specialisten uit voor boeiende en diepgaande masterclasses en succesverhalen. Ons doel is om je te inspireren en informeren zodat jij straks meer impact maakt. Tips voor vandaag, trends voor morgen en concrete insights die een voorsprong bezorgen. Ready for liftoff. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Crash Course. Uh, vandaag uh, duiken we in, ja, in het buitenland een beetje. Hè. Vandaag kijken we naar de sector van Spaans vastgoed. Um, beetje een beetje een niche sector, maar wel uh, misschien wel de experte in, in België uh, dat hier over mij zit, Marleen de Vet. Goedemorgen Marleen, alles goed? Ja, alles oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, we zijn vandaag vertrokken voor, voor uh, opnieuw ja, richting een klein uurtje, denk ik, uh, over de sector. Over, ja, niet, niet alleen Spaans vastgoed, denk ik, maar ook gewoon hun doelgroep begrijpen en de realiteit en hoe dat je die gemakkelijk servicet. Um, misschien om te beginnen. Um, wie is Marleen? Wat is Azul? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Um. Well, ik ben Marleen van ik ben een van de oprichters van Azul. Azul is een uh, vastgoedmakelaar, uh -huh. actief in het uh, begeleiden van Belgen en Nederlanders in hun zoektocht uh, naar vastgoed. Wij doen dat uh -huh. uh, volgend jaar, 15 jaar, verjaardag te vieren. Okay. En uh, ja, naast uh, oprichter van Azul ben ik ook nog uh, uh, mama van uh, vier kinderen. Oma van vier. zes kinderen. <laughs> Het zes op dit moment. En uh, ik heb een, uh, een passie eigenlijk voor, uh, voor mensen en menselijk gedrag. Mm -hmm. En uh, mijn missie is eigenlijk erom ervoor te zorgen dat iedereen die de voldoende middelen heeft, dat die op een veilige manier... Het juiste pand kan kopen en dat op de juiste plaats uh -huh. en aan de juiste prijzen. Ja. En het resultaat is dat die mensen er dan nog uh, jaren van kunnen genieten. Uh -huh. en, ja, ik vind dat altijd heel fijn als ik op een vliegtuig zit of ergens zit te wachten, dat mensen spontaan komen en zeggen: Zeg, we zijn nog altijd content hè. <laughs> en daar doen we het voor. Hè, dus. ja, wat is dat? Want eh, uh, er is natuurlijk ergens een brug tussen je passie voor menselijk gedrag en, en menselijke connectie en dan spans vastgoed. Uh, hoe, hoe ben jij er juist ingerold door de jaren heen? Wel, dat heb ik. Uh, ik heb dat met de paplepel meegekregen. Ik mm -hmm. en uh, mijn partner Johan Konings ook. Wij zijn uh, met onze families vroeger altijd mm -hmm. uh, op vakantie geweest in Spanje. Vooral uh, aan de Costa Brava was dat dan. Mm -hmm. uh, mijn vader is een ingenieur en die werkte destijds voor Beltelefoon. En die, die trok de telefoonlijnen in uh, mm -hmm. Buenos Aires, in Argentinië okay. en in Madrid. En om die contracten goed te kunnen opmaken, is hij Spaans gaan leren. En ja, de, <laughs> okay. dus, uh, het verband met Spanje was er snel. Je ja. hield ook van Spanje. En die leerde mij ook mijn eerste. Uh, woordjes Spaans. Mm -hmm. En ja, vanaf dan is die liefde nooit meer weggegaan. Ja. Ja, mijn eerste uh, woordje Spaans dat was uh, Tom Waas. <laughs> nee, bij mij was uh, Senior por favor, de Leto de Ocho Pezeta, zijn. Dus, uh, meneer, alstublieft twee ijsjes van acht pesetas, want ik had ook nog een broer. Oh, voilà. <laughs> mijn dag zou je het niet meer doen, maar mijn vader stuurde mij bijna een kilometer ver, alleen over het strand, als ik een jaar of zeven was, oh, my, om mijn ijsje te gaan halen. Tegenwoordig. Ja. <laughs> Toen was het nog, als je iets Wilde hebben, dan moet je ja, ja. dat zelf doen. Oké, oké. Oké, nee, duidelijk hoe je dan inderdaad binnen die Spaanse vastgoedmarkt terecht bent gekomen. Uh, nu, als we naar vastgoed kijken, ja, dat is sowieso een hele wispelturige sector. Um, zeker de afgelopen tijd, al je ik merk wel langs alle kanten voor verschillende vastgoedspelers, um, dat die markt toch wel een paar uh, ja, klappen heeft gehad, om het zo te zeggen. Je ziet dat de leads van moeilijker binnenkomen, mm -hmm. dat de verkopen minder vlot binnenstromen. Um, hoe, hoe komt dat juist? Welke ontwikkelingen zijn er gebeurd die daarvoor je zorgen? Well, het is zo dat uh, eigenlijk op lange termijn is uh -huh. vastgoed een hele stabiele markt. Uh -huh. hè? Uh, maar dat is wel cyclisch, dus dat, die gaat altijd met periodes dat het goed gaat uh -huh. en uh, dat het beter gaat. En ja, de, de bekende factoren zijn nog altijd van... Uh, ja, hoe doet de economie het? Uh -huh. uh, staat er in de hoge laag? Uh, demografisch? Hè? Hoeveel woningen zijn er nodig uh -huh. uh, voor bepaalde uh, streken en dorpen om voor te, uh, te voorzien van voldoende woningen? Uh -huh. Voor ons is ook wat gebeurt er in de toeristische wereld. Dus uh -huh. er zijn heel veel parallellen met uh, België. Nu, het is wel zo, wij verkopen Spaans vastgoed. En aan de kust. Dus dat is echt uh -huh. toch wel een, een niche. In Spanje uh -huh. is een vastgoedmarkt, uh, er zijn eigenlijk uh, drie markten, zeg ik altijd. Uh -huh. Er is er, uh, de voortrekkers Madrid en Barcelona, wij uh -huh. kijken daar naar. Wat gebeurt er op die vastgoedmarkt? Ja. Dat gaat met vertraging gebeuren aan de kust. Oh, okay. uh, dan heb je de, de kustgebieden, waar zowel de tweede verblijven worden gekocht door de Spanjaarden zelf. Ja, maar dat vergeten mensen vaak. Er zijn 48 miljoen Spanjaarden. De meeste woningen worden nog altijd als Spanjaarden verkocht. Hè. Daar zijn die 4.000 Belgen die dit jaar gaan kopen mm -hmm. en die 4.000 Nederlanders. Klein biertje. Ja, tegen het me. is dat. <laughs> ja, kleine sector dan op zich, hè, want, want 4.000 Belgen per jaar... Dat is wel een koek dat verdeeld moet worden onder de verschillende makelaars, natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, we gaan er zeker nog op inzoomen hoe jij daar, uh, daar juist mee omgaat. Um, zie je dan bijvoorbeeld een verschil tussen um, hoe mensen Belgisch binnenlands vastgoed kopen en, en dat Spaans vastgoed? Want natuurlijk. Dat zijn wel heel andere profielen. Hè? Iedereen in België heeft een huis nodig. Maar Spaans vastgoed, ja, zoals dat we zelf zeiden, dat, dat is een niche. En wat we er juist niet over hadden, is bijvoorbeeld het, het geopolitieke toneel. Ja, eh, um, Oekraïne, eh, vandaag ook uh, Israël bijvoorbeeld. Dat zal ook niet veel vertrouwen geven om, om te zeggen van, weet je wat, ik ga een huis in Spanje kopen. Ja. Nu, wij zijn bezig van 2008 om u een idee te geven. Wij zijn gestart 14 dagen na de crash van de Lehman Brothers en de start van de financiële crisis. Dus Dapper. voor mij is dat niet de eerste uh, crisis. En wij zien in elke crisis, je hebt opportuniteiten. En je mm -hmm. hebt altijd mensen die, als het moeilijker wordt, die angstig worden en mm -hmm. die de knip op de portemonnee houden. Mm -hmm. En die kopen niet. Dus die klanten, die verliezen we dan voor een tijdje. Mm -hmm. Maar daartegenover staat er een groot deel mensen die die eigenlijk, als er onzekerheid is, die zeggen, ja, er is één ding zeker, en dat is dat je nooit zeker bent. Dus waar zitten wij nu eigenlijk op te wachten? Gewoon ja. gaan. <laughs> ja, wij gaan dat gewoon doen. Ja. We hebben dat heel sterk gezien uh, na de coronacrisis, dat mm -hmm. een aantal mensen zijn afgehaakt, van oei, ja, als je dan in een vliegtuig moet, en oei, die microbe, ja, misschien ja, ja. moet ik niks kopen in het buitenland. Maar dat is meer dan goed gemaakt door de klanten, die hebben gezegd van, kijk, wij waren van plan van... Nog vijf, zes jaar te uh -huh. wachten en het dan te doen. Maar wij hebben spijtig genoeg uh, iemand verloren in een familie. Uh -huh. Waar zitten wij op te wachten? Wij zijn gezond. Pas, uh, je moet een passie hebben voor Spanje om daar te kopen, vind ik. We hebben een passie voor Spanje. We zijn gezond. We hebben het geld. We gaan het gewoon doen. Uh -huh. ja? En dat is bij elke crisis zo. En dat zien we nu. Ook, hè. Wij moeten het ook heel veel van ondernemers hebben. Ja. En we hebben gezien na corona dat een aantal mensen nog van plan waren van hun bedrijf vier, vijf jaar verder te zetten en er dan mee te stoppen, uh -huh. het over te dragen, op pensioen te gaan. En die hebben nu gezegd van ja, wij gaan eigenlijk eerst alles terug op orde zetten na corona. Uh -huh. Wat voor een aantal mensen echt niet eenvoudig is. En dan stoppen wij er gewoon mee. Dus we, wij zien het aantal, dat zie je ook in de statistieken, uh, het aantal Belgen dat koopt, dat is niet geminderd. Mm -hmm. ja, misschien, misschien een um, interessante stelling. Hè? De, deze zomer, het was, het was met momenten een warme zomer, mm -hmm. uh, maar dan werd er gezegd: dat was toen in de toerisme sector, uh, er zijn steeds meer mensen die uh, niet echt naar het zuiden gaan, maar eerder het noorden opzoeken, de koelere orde. Uh, is daar een evolutie dat jij ook ziet? doortrekken naar de vastgoedmarkt, of, of is die passie voor Spanje dan te sterk? Ja, wij zien, wij zien dat nog niet, hè, omdat mm -hmm. uh, wij bevragen onze klanten, en waarom kopen ze in Spanje? Dat is nummer één, is nog altijd de zon. Ja, het ja. noorden van Spanje is fantastisch, hè, dat mm -hmm. is heel mooi qua natuur, maar een Belg die op zoek is naar zon, ja, die kan even goed thuis blijven, want in het noorden is dat oh, ja. er niet. Voilà. Dus die gaat sowieso toch kiezen voor de zuidoost Spanje, hè, dus mm -hmm. een onderste helft van Spanje. En wat zien wij ook? Dat, ja, ik krijg vaak de vraag, ja, maar het wordt wel 50 graden in, in Spanje. Mm -hmm. Dat zijn temperaturen die gemeten zijn in het binnenland. En ja, onze klanten die zitten aan de kust. Dat is vaak in Madrid zeker dat die Ja, die... Van, wa, Cordoba, de, de braad van, van, ja, van Spanje, daar kan het heel warm worden. En um, het is zo dat ik ben deze zomer van half juli tot eind augustus in Spanje geweest. Uh, ons kantoor in Antwerpen, zogezegd, een uh, nul-energiegebouw en al wat je wilt, maar 29 graden binnen in huizen en geen airco op kantoor. Terwijl in Spanje zijn alle huizen en uh -huh. alle kantoren... Ik heb niet te warm gehad. Ik heb geen nachten gehad dat ik niet kon slapen. Want uh -huh. als je te warm hebt, zet je gewoon je airco op. Ja? Zo is dat. En je energie komt van de zon. Dus je moet niet denken van, oei, mijn elektriciteitsrekening. Uh -huh. dus, uh, en nog eens, de mensen die die uh, in Spanje kopen en dat is volgens mij ook de enige juiste insteek. Dat is omdat ze een passie hebben voor Spanje. Dus die gaan mm -hmm. die ja niet tegenhouden door van ah het wordt er te warm mm -hmm. of ah het is wat duurder om naar Spanje te vliegen. Mm -hmm. Die eten nog liever een heel jaar droog brood en water. <laughs> en de <laughs> en dat Nederlanders in Noorwegen gaan ja, wonen. <laughs> voilà, en de Nederlanders pindakaas, kaas, maar ze zullen ja. die woning in Spanje kopen. Want, eh? want zij, is er een segment dat eigenlijk zegt van ik wil een woning in het buitenland en waar dat dat is? Dat maakt mij niet zoveel uit. Bestaat dat segment Dat bestaat zeker. Dat zijn vooral uh, de investeerders, de mensen die op mm -hmm. rendement uh, kiezen. En die komen vaak door vrienden of familie die zeggen ja, je kunt goed verhuren in Spanje. Mm -hmm. ja. En die komen dan, uh, en dan als je in gesprek hoorde van ja, het maakt niet uit waar het is, mm -hmm. uh, persoonlijk vind ik het rendement te laag om te investeren in Spanje als je zelf geen passie ervoor hebt en dus er regelmatig naartoe wilt. Ja. En dan adviseer ik meestal van. Ja, koop die iets in, in België of in Nederland, verhuurt nee, al lange Airbnb. termijn. <laughs> nee, nee dat niet, verhuurt <laughs> lange termijn en uh, dat zal u meer opbrengen. Mm -hmm. ja, ja. Want als we kijken, we hebben het er juist over die 4000 Belgen dat elk jaar kopen. Um, dat is natuurlijk beperkt en, en natuurlijk willen jullie zoveel mogelijk van die 4000 jullie kant optrekken. Um, er zijn uiteraard andere spelers in de markt. Hoe positioneren jullie uh, Azul om juist daarvoor te zorgen, om, om zoveel mogelijk impact te maken naar die markt toe? Ja. Nou, dat is een heel juiste analyse. Dat met het product huis, huis-appartement-villa, mm -hmm. kunnen wij ons niet onderscheiden. Voilà. Er is geen exclusiviteit en iedereen verkoopt hetzelfde. Hè. Mm -hmm. Dus kijk op een website, stuur mij het pan toe en ik kan het u verkopen. Hè. Um, mm -hmm. Nu, ik zei ook van, in het begin al, van wij willen iedereen die de middelen heeft, begeleiden bij een succesvolle aankoop. En ik denk dat daar het... Dat is het, het, ah. het keyword. En uh, succesvol, dat is het juiste pand, op de juiste plaats, aan de juiste prijs. Daar zetten wij heel hard op in. Hè. Dus mm -hmm. we moeten eerst kijken... Allez, voor mij zijn er drie dingen cruciaal. dat is de, Waarom koopt je het? Wat is het mm -hmm. doel van de aankoop? Wat ga je daar doen? Ja? Mm -hmm. En wat is uw budget? Ja? En die drie, dat zijn de eerste vragen die wij stellen voordat wij het u hebben over een pand. Ja. Ja? En als we dat juist in kaart hebben, kunnen wij adviseren over in welke regio je wilde kopen. En mm -hmm. in welke regio kan je dat binnen je budget vinden. En in welke regio ga jij je thuis voelen. Ja. Het is geen paar schoenen. Als het de foute paar zijn of ze doen pijn, mm -hmm. na een avondje stappen en je zet de doos opzij, ja, dat is dan mm -hmm. jammer. Maar als je het verkeerde huis hebt gekocht op de verkeerde plaats... Dat is ambetant. Dat is heel vervelend. Mm -hmm. hè? Dus uh, je moet er altijd met plezier naartoe willen mm -hmm. gaan. En dan moet dat pand liggen op een plaats waar je mm -hmm. van alles kunt doen die je graag doet. Mm -hmm. hè? Dus er wordt gezegd, oh, it's all about location. Ja en nee, ik zeg: It's all about lifestyle. Mm -hmm. Wat doe jij graag in je leven en kan je dat doen op de locatie waar je mm -hmm. gaat kiezen? Dan gaan we daarna dat pand mm -hmm. daar gaan zoeken. Mijn meest fantastische woning uh, in the middle of nowhere. En je gaat er niet gelukkig zijn en je gaat er niet vaak naartoe gaan. Mm -hmm. En dat noem ik een miskoop. Ja, want dat, dat is, hetzelfde um, je stelde, in de, in de auto-industrie: eh, auto, uh, auto dealers versus makelaars. Dat eigenlijk. Een pot nat, dat is, hier is een auto met zo'n neutrale achtergrond, of een woning met allemaal mooie foto's van opgeruimde woonkamers en dergelijke. Dat is niet gemakkelijk om, om daar een onderscheid in te maken. Nu, um, als, als je kijkt naar de mensen die bij u binnenkomen als lead, um, waar start je hun zoektocht? Is dat effectief bij ik ga eens een paar vragen stellen aan ChatGPT of aan Google over Spaans vastgoed, of is dat ik heb dit pand gezien en ik ben geïnteresseerd? Ik denk het gros van de markt is nog altijd van ze gaan eerst mooie plaatjes van woningen bekijken. Daar kunnen ze niet van weghouden. Ik uh -huh. zou liefst van al uh, dat ze geen plaatjes meer bekijken. Hè. Die, die plaatjes zijn de tweede stap. En dat doe je als je er ter plaatse bent. Je moet je eigenlijk eerst grondig informeren waarover het allemaal gaat. Hè. Uh -huh. En uh, jullie zitten in de marketing. Hè, dat is tegenovergestelde. Waar ze altijd vertellen. Van, hè, je moet klant je klant belevenis verkopen en je moet hè, een lifestyle verkopen enzovoort. Maar uh -huh. ik geloof er heel erg, erg in dat je de mensen eerst moet. Laten nadenken. Hè? Uh -huh. Wilt dat zeggen dat die alle kennis over Spanje zelf moeten, kunnen, uh, moeten kennen en kunnen uh -huh. uh, toepassen? Nee, maar dat ze op zijn minst weten dat ze mijn partij en zegen die dat wel kan. Uh -huh. En dan gaan we dat pand wel vinden. En van mij mogen ze plaatjes bekijken, uh -huh. maar dan wel met een doel. Hè? Wat ga ik doen in Spanje? En dat pand dat ik hier voor mij heb. Uh, past dat daarin? Hè? Als iemand zegt van ja, ik sta s morgens vroeg op en ik wil dan, als de zon al op is, uh, op terras mijn koffie hebben ja, en je koopt dan een pand waar dat er alleen maar in het Westen een terras aan is, ja, dan gaan je mm -hmm. daar niet blij van worden. Dus van Weg mij van mogen ze mij panden sturen, maar <laughs> ja. ik zeg altijd van ik wil graag weten, hè, kies er drie uit op onze website die u aanspreken, maar dan heb ik het meer de look en de feel hè. Mm -hmm. en zeg mij wat dat je er leuk aan vindt. Ah, ik zag dat een penthouder. Was en dat daar ook um, een buitenkeuken is, want wij koken heel graag, vind ik fantastisch goed argument mm -hmm. hè? Um, ja, ik zit graag in de zon ja, sorry, maar uh, wanneer wil je in die zon mm -hmm. zitten? Wanneer gaat je naar Spanje? Want de zon staat niet altijd op Zo dezelfde plaats <laughs> enzovoort, dus ze mogen panden bekijken, maar ik wil graag weten waarom. Dus begin nu mm -hmm. eerst met grondig te informeren van je, die drie dingen, die ik zei. Van, dat is al van huiswerk dat je moet doen. Mm -hmm. Dat is bedenken waarom dat je het wilt kopen, wat dat je daar wilt gaan doen en hoeveel dat je er wilt uit aan uitgeven. Mm -hmm. En al de rest van denkwerk gaan wij met u wel begeleiden, mm -hmm. zodanig dat je mm -hmm. geen miskoop doet. Mm -hmm. ja. En is dat dan lastig, want, want ik kan me dat perfect voorstellen dat er soms mensen binnenkomen die zeggen van zeg ik heb deze pand gezien, ik ben daar verliefd op, en jij weet. Van, dat is geen goede fit. En je moet die proberen te overtuigen van, ja, als ik u hoor praten, dan denk ik dat dit beter geschikt is voor u. En, je is, en ondertussen zijn die mensen misschien al verliefd op dat eerste pand, terwijl dat jij weet van, dat gaat dat niet worden. En daar, daar gaan zij minder content mee zijn en daar gaan hmm. jullie ook ja, minder goed uitkomen natuurlijk, want ja, ze hebben ons dat pand verkocht. Is er een uitdaging die jullie vaak tegenkomen? Dat is een van de grootste uitdagingen die er zijn. Hè. Want tegen een klant zeggen we, nee, wij gaan dat pand niet bekijken. Wij we weten wat beter is. <laughs> ja, dan, dat, dat klinkt zo wel. Lotijn, dan mm -hmm. Soms denken mensen dan, want ze weten niet dat je alles goed zelf kunt verkopen. Mm -hmm. Dan denken ze, ja, die hebben daar geen contract, die mogen dat niet verkopen, of die hebben dat pand niet in orde. Dus dat begint eigenlijk al met in België de mensen uit te leggen dat wij ja, één elk pand kunnen verkopen. Ja. Uh, sommige mensen krijgen daar van in het begin aan het vertrouwen, want dat is eigenlijk geen wij vragen. Beste klant, vertrouw ons, dat wij weten waar wij mee bezig zijn. Mm -hmm. En die hebben dan een open mind en die laten ons kiezen. Dat gebeurt dan wel eens dat ze zeggen ja, maar ik wil zeker toch wel dat pand zien. Geen enkel probleem mee. Hè. Mm -hmm. um, je hebt mensen die tot en met als in Spanje aankomen, ook al hebben wij dat allemaal verteld, die komen met hun lijstje met tien ja, panden. Ja, ja. Meestal na één dag is dat opgelost. Ja? Dan oh, dat zeggen wij oké, okay, ja, ja. omdat ze dan zien van inderdaad, wij zeggen op voorhand van kijk, je hebt dat gevraagd, je wilt er per se naartoe, wij gaan dat doen. Wij denken dat om die en die reden dat dat niet uw pand zal zijn. Maar bon, klant is koning, uh -huh. we laten het u zien. En meestal is dat aan een halve dag... Dan zegt je klant, ja je hebt gelijk, die legt zelfs een lijstje weg en dan ja. geeft... Want het gaat allemaal over vertrouwen. Ja, en dat is, dat is een, een delicate balans van, van je eigen expertise inbrengen, maar de klant zijn oordeel ook wel ja, een beetje... Dat is fallabel, die mens heeft daar ja, ook over nagedacht. Inderdaad, ja, ja. En, en, en dat is dan waarschijnlijk vanuit onvoldoende informatie te hebben, of, of kennis, dat ze die keuze hebben gemaakt, dat jullie er dan, dan tegenin willen gaan. Um, maar uiteindelijk komt het er wel op neer, op het einde van, van de dag, als er een pand wordt verkocht, hebben jullie het liefst van al dat die persoon zonder zorgen in mijn een lag in een Spaanse. Ja. Dat is in een Spaanse geen niks. Waar onderscheiden wij ons? Ja, dat wij het juiste pand verkopen op de juiste plaats, maar daar hebben we heel veel voorgesprekken mm -hmm. aan, uh, mm -hmm. aan vooraf gegaan. Daar moet je ook de juiste mensen voor hebben. Want bij die ja. makelaardij, onze groei wordt eigenlijk belemmerd doordat we niet op tijd de mensen met het juiste profiel, de mensen die diezelfde passie mm -hmm. als ikzelf, als mijn partner, als, als een aantal echte ja, vaste asielwaardes heeft, mm -hmm. van altijd nog een stapje verder te willen gaan om dat ideale pand voor die klant te vinden. Mm -hmm. De meeste makelaars die hebben zo'n stuk of vijf tot tien favorieten projecten en die gaan mm -hmm. ze altijd door het strot van die klant ja. en een vast toerke dat ze in Spanje doen, terwijl dat wij voor die, echt voor die klant elke keer Opnacht. opnieuw gaan kijken ja. Ja. en wij doen ook bestaand en nieuwbouw, terwijl dat er veel alleen nieuwbouw zijn doen, mm -hmm. wij gaan die klant, ja, die, als je de beide wilt zien dan krijgt hij de beide, mm -hmm. om, wie zijn wij om te zeggen van wij gaan eigenlijk alle tools aanreiken zodat die klant de juiste beslissing kan nemen, maar uh -huh. hij beslist wel. Ja. Uh -huh. Als zijn budget het toelaat van op verschillende Costa's te kopen, hè, Costa del Sol is een duurste Costa, maar hij kent zowel op Costa Blanca als Costa del Sol. Hij heeft geen voorkeur, hij kent het alle twee niet. Na veel gesprekken zeggen wij: ja, het is eigenlijk een klant die een op twee plaatsen kan, dan uh -huh. gaan wij twee plaatsen bekijken. Uh -huh. Nu, dat zijn de uitzonderingen, want meestal hebben ze meestal al wel een voorliefde. Of hetgeen dat ze wensen, kan aan bepaalde kostes niet, omdat het gewoon te duur is. Ja, dan, je kunt wel veel willen, maar het moet nog altijd betaald ja. worden. Mm -hmm. Dus allee, we gaan echt wel voor elke klant opnieuw en dat horen we ook. We hebben nu iemand die mij al verschillende keren gemeld heeft en die zegt. Oh, ik vind het zo jammer dat ik jullie niet vroeger ontmoet hebben. Wij zijn mm -hmm. al met twee verschillende makelaars uh, op stap gegaan. Die hebben eigenlijk altijd hetzelfde rondje. Hè? Nieuwbouwpanden kosten belangrijke zaak. Dus ik heb elke keer gezegd dat ik eigenlijk Noord wil zien. Ze zeggen ja, en als ik ter plaatse kom, laten ze dat niet zien. Ja, sorry, dat zijn dingen waar wij ons ja. niet mee bezig houden. Ja. Ja, want als we dan... Uh, hey, om, om de citaat ja. te gebruiken. Ik wou dat ik jullie vroeger had leren kennen. Um, jullie hebben niet zo heel lang geleden natuurlijk de, de Meteoris Impact Awards voor, voor contentstrategie uh, gewonnen. Uh, want... Jullie zijn heel actief bezig met kennisdeling om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad het juiste pand op de juiste plek voor de juiste prijs uh, kunnen krijgen. We hebben heel veel content op TikTok, op TikTok, op YouTube, heel veel blogmateriaal, webinars, al die dingen, om ervoor te zorgen dat mensen juist geïnformeerd worden om die juiste aankoop te doen. Um, hoe zijn jullie er juist mee begonnen? Wel, ik heb er altijd in geloofd dat, en vroeger zeiden ze, kennis is macht. Hè? Degene die mm -hmm. de kennis had, ja, die won. Nu, door internet is die kennis veel toegankelijker geworden voor mm -hmm. iedereen. Hè? Nu blijft natuurlijk het... Nu moet je kunnen oordelen of dat die kennis of dat dat... Klopt, of niet? Hè? Ik denk met ChatGTP dat dat er niet beter gaat op worden en blogs maken. Dat wordt super simpel voor iedereen. Maar hoe ga jij nu weten dat die een blog uh, dat dat correcte informatie is? Mm -hmm. Dus van daaruit heb ik altijd van niks te verstoppen. We gaan zoveel mogelijk onze kennis delen. dat dat de mensen eigenlijk goed geïnformeerd zijn, dat hoor ik ook van onze managers. dat zijn de mensen die de klanten begeleiden in België en Nederland. Die zeggen van sinds dat wij zoveel aan kennisdeling doen, en we hebben er dit jaar eigenlijk uh, nog een tandje bij voor gestoken, omdat ik daar echt hard in geloof. Zeggen, ja, als wij nu bij mensen thuiskomen, of die op kantoor, wij moeten eigenlijk niet meer uitleggen hoe dat het aankoopproces in uh -huh. Spanje werkt. Nu kunnen die wel echt gericht gaan zoeken van welke plaats en eventueel uh -huh. al over die panden spreken, omdat de klant dat allemaal weet. Hij heeft al die maandag met Marleen, of de webinars, of wat het ook is, heeft hem eigenlijk allemaal gevolgd. Uh -huh. Ofwel begrijpt hem het, ofwel heeft hem het vertrouwen dat wij het juiste antwoord gaan kennen. Uh -huh. Dus... Um, ik denk dat dat de enigste manier is voor, voor bedrijven om te groeien en ik denk je mm -hmm. kennis delen dat is vandaag eigenlijk niet meer genoeg je moet echt expert zijn in uw materie mm -hmm. en daar ook voor door erkend worden door mm -hmm. andere partijen dat je dan expert bent mm -hmm. want dat gaat de kwaliteit gaat blijven bovendrijven mm -hmm. ja, en ja. Want er zijn wel een paar redenen waarom dat mensen juist niet inzetten op die kennisdeling. Hè. Ofwel is het inderdaad omdat ze bepaalde panden naar voren willen schuiven en met die kennis zouden ze misschien voor andere panden kiezen. Uh, ofwel omdat, de, omdat ze zoiets hebben van, dat is onze kennis en, en als wij dat online smijten voor onze klanten, dan smijten wij dat ook online voor onze concurrenten. En dat kan niet de bedoeling zijn, maar dat's, dat's, oh ja, dat is zo achterhaald, want uiteindelijk... Ja, je kunt je content reproduceren als concurrent zijnde. Maar de basis is en blijft wel je doelgroep, uw strategie en uw, be en uw begrip ervan. Mm -hmm. um, dus hé, alle kennis die jullie nu online hebben gesmeten, als een van jullie concurrenten dat één op één zou overnemen, dat zou nog altijd geen exacte kopie zijn van, van Azul. Want dat DNA, dat merk DNA, dat is nog altijd wel het, het belangrijkste. En, en dat is. Ook een insteek geweest voor jullie contentproductie? Well, dat klopt, Dan. En ik weet zelf hoeveel energie, dat er energie en kennis dat je moet hebben om het te kunnen mm -hmm. delen. Hè. Dus gaat maar eens op TikTok en doe er maar eens naar live en elke vraag wordt op u afgestuurd ja. en zorgt maar dat je het juiste antwoord kent. Mm -hmm. dus, ik zie niet veel bedrijven eigenlijk nadoen. Ik zie er wel die, die, bij de filmpjes van de woningen die eigenlijk wel een heel mm -hmm. goede job doen. En. Um, maar ja, de de passie, het is ook de manier waarop dat je het zegt ik ik ben ervan doordrongen. Ik krijg mm -hmm. ook berichten van mensen die zeggen van ja, ik weet niet of dat ik ooit het geld ga hebben om, uh, om een Azië-Spanje te kopen, maar als ik u daar met zoveel enthousiasme over vertel, ja. ja, dan ben ik meer gemotiveerd om er iets aan te doen. Dus allee, die kennis delen, dat is gewoon een must. Hè. Uh, mm -hmm. De theorie zegt dat de klant 80% uh, van zijn kennis zelf mm -hmm. al gaat opdoen voordat hij met u in contact komt. Ja. Dus, um, en dan, uh, dus je, je, je kunt het op voorhand niet goed meten. Nee. Hè? Je weet niet wat het resultaat uh, gaat zijn. Maar wij, vind, wij beginnen het nu wel te voelen. Hè? Dus ik denk dat die, een die, die, die accelerator, allee, of het moment dat we gekozen hebben om. Het is echt dat pad dat we gaan inslagen, dat eigenlijk van begin van 2024... Nee, 2023, sorry. <laughs> Time flies when you're having fun. Begin 2023, we hadden al wel uh, met... Um, Corona gezien dat die webinars die we al lang in ons gedachten mm -hmm. hadden, dat, die hebben we dan eigenlijk uitgerold. Vroeger deden we infodagen en we zien dat we daar veel meer uh, mensen mee kunnen bereiken. Het is heel laagdrempelig en mm -hmm. ze schrijven zich makkelijk in. Want ze hebben zoiets van ja, als die mevrouw na tien minuten dingen vertelt die ons niet interesseren, dan zetten we dat toch gewoon mm -hmm. af. Maar ze blijven allemaal kijken. We hebben ondertussen drie titels, dus dat werkt wel degelijk. Uh -huh. dat, uh, maar het mag geen verkoopspraatje zijn. Het moet letterlijk uw kennis delen. Uh -huh. Als ik smorgens, de zondagmorgen naar jullie podcast luister, het meeste weet ik al wel, maar elke keer is er toch iets dat ik denk: van, oh, dat moet ik volgende week wat scherper stellen. Uh -huh. Of uh, oh, dan moet ik, ja, je vertelt iets over een andere klant zonder namen te noemen. Dat ik denk: tja. Dan moeten wij ook eens van dichtbij gaan uh -huh. bekijken of dat we daarmee zoiets uh, mee, mee kunnen doen. Uh -huh. Dus je zit er nu bijna een jaar intensief mee bezig. Ja, en we hebben eigenlijk wel door met TikTok te starten in juni, heeft dat echt een boost gekregen. Hè? Dus ja. uh, die short form video, dat is het toch echt wel. Dus die uh -huh. korte filmpjes, en uh, we hebben die. Gemaakt voor TikTok, maar we hebben die dan eigenlijk ook doorgeplaatst uh -huh. op, uh, op Facebook en Instagram. Facebook is voor ons nog altijd het allerbelangrijkste uh -huh. in België. Um, in Nederland is Instagram heel uh, ja. belangrijk. En dan zien wij we echt wel die korte filmpjes waar ik mezelf heb moeten. Ik heb me moeten aanpassen, want je krijgt maar 60 of 90 seconden om een onderwerpje <laughs> uit te leggen. En zelf blijf ik dan een beetje op mijn honger zitten, omdat ik zo de algemene dingen... Allez, de grote lijnen kan ik meegeven, maar ik kan geen mm -hmm. details. En er zijn altijd uitzonderingen. En daar worden dan wel eens door iemand aangevallen die zegt... Mm -hmm. Dit en dat... Dat heb ik mij even moeten overzetten: van ik geef de grote lijnen. En daarom komen we binnenkort ook zelf met een podcast. Omdat mm. ik dan mij de kans geef om dat onderwerp uit te diepen in 10, 15 minuutjes. Mm -hmm. En degene die dan eigenlijk meer info wilt, die kan dan daar mm -hmm. eigenlijk zijn kennis gaan ja. opdoen. Want eigenlijk, als het een heel kort filmpje is, waar je alleen de grote lijnen bespreekt, en er is iemand die zegt van ja, en, en dit en dat. Dus eigenlijk gewoon extra voeding voor je volgende filmpje. Dat is inderdaad zo. Dus, uh, maar aan onderwerpen heb ik nooit geen gebrek. Daardoor ik ook in jullie podcast. en sommige bedrijven denken van. We dat hebben ze geen onderwerpen. Ja. Hebben. En dan denk ik van. Ja, ik heb natuurlijk superveel fantasie. Dus uh, dat, dat zal ja. ook wel helpen. Ja, en uh, dat, dat is heel vaak vanuit het standpunt van. Uh, wij doen x en de gemiddelde mens is daar compleet niet mee bezig. Terwijl ja, uw doelgroep is daar dag in dag uit mee bezig ja, is. En, en dat is verschil. Hey, Spaans vastgoed. Dat is niet direct mijn ambitie om een huis in Spanje te kopen. Um, dus, dus aan mij zal dat een beetje verloren gaan. Maar oh ja, duizenden mensen. Oh ja. nee. Hoe, hoeveel was uw populairste video ook bekeken? De populairste is echt bij ons. Voilà, dus, dat, is, uh, dat is gigantisch. Ja. Hè? Dus, dus het werkt wel. Um, nu, wel interessant, eh, je zei van, van, vanaf juni zijn we ja. met TikTok begonnen. Um, ik denk dat TikTok, dat is ondertussen al een beetje minder die perceptie, maar die perceptie is er nog wel, dat dat nog altijd een, een puberkanaal is. Um, terwijl ja, Spaans vastgoed, dan zitten toch al naar gemakkelijk 40-plussers aan het kijken, denk ik. Um, was dat een sprong in het diepe, of, of zijn jullie echt vanuit data vertrokken om te zeggen van wij gaan hier op TikTok springen en we weten dat daar mensen zitten die daar, die daar oor naar hebben? Ja, helemaal in het diepe niet. Ik had... Ik had echt wel het gevoel. Wij waren, ik zal zeggen, met Instagram en Facebook zijn we eigenlijk te laat begonnen. En als je dan mm -hmm. nog moet inhalen, dat is eigenlijk heel heel moeilijk. We hebben ook nooit niet geen volgers gekocht. We hebben ze allemaal één voor één mm -hmm. uh, opgebouwd. En mijn eerste insteek was: ik moet naar die TikTok kijken, want ik wil niet als laatste zijn. Ja. Die daarin. In, dat was eigenlijk de eerste insteek. We hadden dan al gezien met, met jullie, hè? in het begin van het jaar hadden we samen met jullie al uh, toegepast hè? van we gaan. Uh, uh, podcasts, webinars opnemen uh, van een half uur, een uur. We gaan er dan kleine stukjes van maken en die snippets. Uh -huh. En we hadden wel al gezien dat die kleine stukjes die we dan hergebruikten om, uh, om advertenties mee te doen, dat die het eigenlijk beter deden dan statisch ja. beeld. Dus ik uh -huh. wist al wel van bewegend beeld doet het uh -huh. veel beter dan, uh, dan statisch beeld. Dus dat was eigenlijk daaruit hadden we al wel gezien. Hè? Nu ik heb een partner die uit een IT-wereld komt en wij kijken altijd van wat gebeurt er in de States, hè? de States en China ja. tegenwoordig. Uh -huh. Dus wat gebeurt er in Azië, wat gebeurt er in de States? Die lopen gemiddeld drie jaar voor op uh, wat er gebeurt uh -huh. in België. Als je gekeken hebt wat er in de States gebeurt, dan moeten daarna kijken naar Nederland. Die dan heb je meestal nog Twaalf maanden voordat het zich ook uitrolt uh -huh. in uh, België. Dus ik heb het altijd moeilijk met mensen die zeggen van ja, ik had het niet gezien en dan denk ik ja, dan moet het blind zijn, want je kunt zien wat er gaat gebeuren. Uh -huh. En dus in de States, ook al was er daar heel die hitsen van TikTok, dat mag niet. Daar zag ik ook al vol een bak dat het uh, heel veel video was. Uh, ik weet niet of dat er uh, retailers bij jullie klanten zitten, maar je moet maar eens kijken hè, als je zegt ik wil een rode blouse kopen en je tikt dat in in de states, ja dan krijg je niet allemaal van die foto's met dames met rode blouses nee nee dan krijg jij valk die spreekt over volgend jaar is rood de modekleur dan krijg jij iemand anders die zegt rood oei maar pas op want die kleurstof dat is gevaarlijk en dit en dat mm -hmm. dus dat product dat is daar eigenlijk al helemaal weg hè? Ja. dus met die filmpjes kunnen wij eigenlijk informatie aan die klanten delen mm -hmm. en dan ben ik zelf eigenlijk um, ja toen heb ik zei we gaan op TikTok kreeg ik natuurlijk de klassieke antwoorden van ah, en ga je er dan dansjes op doen? En is dat niet voor kinderen? Ja? Maar uh, nadat we twee maanden het gedaan hadden, ben ik er zelf van, uh, van geschrokken. Wij zitten nu al aan... Uh, 40% is ouder dan 35 jaar. Allee, dat is mm -hmm. al geen doelgroep niet meer die je kunt... Die gaat niet dansen. Die gaan, nee, en dat <laughs> kunnen we ook niet laten liggen. Dat kunnen we ons niet nee, permitteren. Nee. Om, uh, om die. Dus dat is enorm... Allee, daar ben ik echt wel van geschrokken. We uh -huh. hebben Nederland, waar voor ons een hele belangrijke markt is. Daar zag ik duidelijk dat die voor stonden. Wij hadden een uh -huh. toevloed van kijkers uit Nederland die we uh -huh. anders niet konden bereiken. Uh, dus ja, dat was, dat was ja, het buikgevoel. Data hadden we nog niet totdat we het echt konden, uh -huh. konden meten daarna. En als je kijkt dat er in de steeds verkocht wordt. Ik had ook gekeken. Wat is de meest bekeken TikTok-kanaal over vastgoed in de Verenigde Staten? Mm -hmm. En dat is een vrouw die gewoon voor een camera zit, met een pul met de strepen en de sterren van, en de kleuren van de vlag van de Verenigde Oei. Staten. En die legt gewoon uit hoe dat vastgoed werkt. En ook aan andere makelaars. Dus als je ermee wilt starten, dat is allemaal niet zo. Moeilijk, ja. je hebt daar niet ingewikkelde infrastructuur voor nodig, mm -hmm. geen, geen opzet. Dus dacht ja, als die dat kan, dan, dan kan ik mm -hmm. dat ook. En, en, en keep it simple, ja. maak dat niet te ingewikkeld ja. kort en dan in andere kanalen wat meer uh, uitleg geven. Ja, want ik denk dat dat, wel, um, dat dat succes een beetje twee, twee, twee leden is. Eén, de, het format van... van van de content is compleet aangepast aan het kanaal, hè? want je hebt bedrijven van kom we maken een filmpje en we smijten dat op exact dezelfde manier op, op alle vier kanalen. Uh, ja, je YouTube video's zien er anders uit dan, dan de TikTok video's, dus dat is één. En tweede, dat, dat je er ook niet heel veel tijd en budget tegenaan hebt gesmeten om, om dat allemaal te maken. Hè? Je hebt zoveel bedrijven die daar een gigantische productieset maken om dan afgelekte afgelikte video's, uh, online te smijten. En, en bij u is dat soms gewoon, ik pak, ik pak mijn smartphone, ik zet die op, op mijn eigen, en ik neem op. Ja. En dat volstaat soms, en veel mensen kunnen zich er nog niet overzetten van, oh, dat gaat geen HD-kwaliteit zijn. Ja, de meeste smartphones hebben echt een goed genoeg camera en micro om videootjes te maken, en vaak komt dat zelfs beter over dan die heel kwalitatief geproduceerde video's. Nou, we hebben een combinatie van de twee, eigenlijk, en we hebben gezien dat dat het beste werkt. Hè. Dus we hebben wel degelijk uh, videoopnames speciaal voor die, uh, die shortform video's. Maar hij kost mij afgesteld drie uur. Hè. Ik heb één uur per maand voorbereiding met in. En dat gaat over welke, over welke onderwerpen mm -hmm. dat we gaan doen. Waarbij dat de know-how van hen komt, van dat zij kijken wat er gebeurt er in Vestgoedland mm -hmm. Overal en welke video's doen het goed. En, uh, zij komen ook met onderwerpen af. Ik heb ook onderwerpen. En het is mm -hmm. de expertise van de twee partijen, eigenlijk, die maakt dat het de juiste mm -hmm. onderwerpen zijn. En dan hebben ze, komen ze twee uur opnemen, eigenlijk, bij ons op kantoor. Mm -hmm. Dus ja, dat is drie uur. Per maand natuurlijk, ik adem en ik uh, leef uh, vast goed. Dus overal waar ik ideeën zie, ja, die mm -hmm. noteer ik ook. Hè, of die hou ik in mijn achterhoofd tegen mm -hmm. dat zover is. Dus dat is eigenlijk drie uur productie. Hè. En, je moet, en als je dat doet met iemand die de know-how heeft, ja, dan is dat eigenlijk niet zoveel uh, nee. veel tijd. En dan het andere, ik vul het wel aan met filmpjes die ik allemaal zelf maak. Mm -hmm. um, daar, dat is niet. Zo afgelikt. Alhoewel, dat onze shortform video's zijn ook niet echt afgelikt, maar dat is ja, sport je of je the moment. Uit, van ja, ik <laughs> zie, ik, er is iets leuk, ik vertel over mezelf. Meer een, een behind the scenes, een <laughs> gewone filmpje van uh, regenweer in, uh, in België en regenweer in Spanje. Leuk muziek erachter. <laughs> Mensen vinden dat, vinden dat leuk. Hè? Je moet inspiratie geven, je moet informatie delen. Ja, je mocht het over je product hebben en je moet education, dat is het vierde. <laughs> dus die, bij die inspiratie is het leuke weer. Allee, dat, dat is een gemakkelijk denkbare. Uh, insteek. Dus uh, het heeft mij wel moeite gekost en uh, de meeste mensen moeten daarom lachen. Maar voor corona, voordat die webinars er waren, als je tegen mij zei: van, lach eens voor een camera, Ik kinderen zeiden dat altijd van. <laughs> Ik dacht van hoe moet ik dat doen? Ja, ik kom dat niet. Ik ben niet van de generatie met de smartphone in. Ik zie dat aan mijn kinderen, mijn dochter vooral, met de vriendinnen, en mijn foto's nemen van elkaar en poses aannemen. Dat zat er bij mij helemaal niet in. Dus ik heb dat eigenlijk moeten leren. Ik heb dan ook een voice coach gehad. Um, niet omwille van dat ik dacht dat ik niet kon spreken, maar dan ook wel vooral voor de langere opnames. Dat je altijd kwaliteit van je geluid uh, verliest. Mm -hmm. En ook bij webinars. Je hebt daar geen groep mensen voor je. Je zit daar een uur tegen een zwart scherm mm -hmm. aan te praten, maar je wilt toch die passie overbrengen. Hè? In het ja. begin zet ik zoveel druk op mijn stem. Dat ik dat duur, allee, dat was hoesten. <laughs> en doen. En tegen dag het dag einde van dat duur. En de volgende <laughs> dag geen stemmen en keelpijn. Ja. Dus dat heeft mij wel geholpen. Dus ik denk, als je het nog niet gedaan hebt, dan zou ik zeggen van uh, neemt zo'n voice coach, dat is eigenlijk een combinatie van. U geruststellen van hoe dat moet, een paar tips en tricks te geven mm -hmm. als je regelmatig voor, voor een camera moet uh, spreken. Dan, ik heb nooit cameratraining gehad, maar doe het gewoon, pak uw smartphone en begint eraan. Dat is ja, meestal de grootste drempel. Ja, ik, 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 ik weet niet of dat komt, maar veel mensen hebben um, enigszins schrik om voor een camera te komen. Hè. Is dat omdat om ze zich niet zeker genoeg voelen ervoor, omdat ze zoiets hebben van, van ja, er, zijn, er zijn mensen die dat, dat beter kunnen vertellen? terwijl... Naar mijn mening is, een, hè, als ik u CEO mag noemen, ja. uh, had wel de beste verkoper van, van het bedrijf. Um, en juist hadden we het erover dat, dat je in een, in een vliegtuig al eens herkend wordt: van jij bent die van TikTok of jij bent die van, van Facebook. Um, zonder dat er per se Azul bij genoemd wordt. Dus ze kennen Marleen wel, maar Azul misschien niet. Um, Terwijl dat je wel die passie voor dat Spaanse vastgoed wil doortrekken naar de rest van je bedrijf. Dus het zou niet de bedoeling mogen zijn dat iemand een filmpje van u kijkt, uh, terechtkomt bij Azul en dat die passie dan een beetje verloren gaat. Hey, je hebt een team, een zorgvuldig geselecteerd team. Um, hoe zorg jij ervoor, en dat is interessant voor veel bedrijven, dat, dat eigenlijk uw visie als zaakvoerster van, van het bedrijf doorvloeit naar die, naar die teams? Ja, dat is de grootste uitdaging. Hè. Dus, uh, het is eigenlijk nog altijd managen by example. Als je zelf niet het goede uh -huh. voorbeeld geeft, dan ga je nooit een team krijgen dat dat voorbeeld uh -huh. volgt. Uh, wij hebben al het geluk dat alle mensen die bij ons werken, dat die echt een passie voor Spanje hebben. Die kennen ook Spanje door en door, uh -huh. dus dat helpt eigenlijk ook al. En ja, die mensen zover krijgen dat die dat ook doen, uh, daarbij ik ook nog elke dag uh -huh. mijn... Uh, Tanden op stuk, dus dat is niet zo gemakkelijk om dat uh, uh -huh. bij iedereen in het bedrijf uh, door te zetten. Maar ik vind dat er een verschil is tussen als zij mijn passie delen en op een deontologische, correcte manier met de klanten uh -huh. um, omgaan. Dan accepteert je klant wel dat ik het gezicht heb, maar dan dat, uh -huh. hij, dat hij dan begeleid wordt door onze mensen. Uh -huh. Uh, ik heb uh, acht jaar voor Amerikanen gewerkt toen dat ik pas uh, ben afgestudeerd. En ja, daar is dat eigenlijk management by example, dat is er eigenlijk ingeklopt ik kan het niet mm -hmm. anders zeggen. Want ja, doe niks, allee, wat, je niet van je mensen, allee, wat je zelf niet wilt doen, moet je mm -hmm. ook niet van je mensen verwachten. Dat wil niet zeggen dat jij alles beter moet kunnen dan onze mensen. Onze mm -hmm. mensen gaan nu beter kunnen zeggen welke projecten of welke panden dat er waar vandaag te koop zijn. Dat zeg ik ook altijd tegen de klant. Hè? Want onze mensen gaan u daarin helpen. Maar die, uh, die passie is al heel belangrijk in dat team om dat verder te kunnen zetten. En waar dat ook heel belangrijk is, vind ik vandaag, dat, is dat je mensen in dienst moet hebben die kunnen omgaan met verandering. Ja? Uh, mensen die moeite hebben met verandering. Want als ik op kantoor kom, dan denk ik dat ze soms denken: daar hebben ze weer met haar ideeën. Want ik, ik zit altijd vol <lacht> ideeën. <lacht> en dan kom ik weer. Wat daar is binnen. vandaag weer? Ja, ja voilà. Maar je, je moet, ze moeten er naar uitkijken. Van, ah, ze, ze, ge, of je, mail, je ziet dat ook. Hè. Ze bellen mij als ze mee. Zeg, Marleen, ik had ook een idee. Of zeg, heb jij geen idee ja. hoe dat we dat kunnen? Dus je hebt die mensen nodig. Hè. Dus, uh, na corona spraken ze over het uh, nieuwe normaal. Uh, Peter Hinsen, die zei het, het never normal hè? Dus mm -hmm. mensen die zitten te hunkeren van ja. En, en we hadden eerst corona en dan hadden we Oekraïne en nu hebben we Israël. En we zitten nu te wachten tot het terug normaal wordt. Ja, sorry jongens, de mm -hmm. veranderingen die komen versneld en dat gaat. <laughs> dus een team met passie, een team dat verandering als positief ervaart uh -huh. dat helpt ook zeker. Die klant verandert ook heel de tijd. Dus die verwacht ja. ook dat, er, allee, dat je positieve uh -huh. veranderingen kunt brengen. Dus ik denk dat dat eigenlijk de, de winning team is. Dus bereid om te veranderen in iemand die dat goede voorbeeld geeft. Ja. ja. Denk ja. Ik, nou, ik denk dat dat zeker wel wel een sleutel is om, om dat team volledig mee te krijgen. Want ik denk ook niet dat jullie ambitie is om, om heel team voor de camera te krijgen en zo. Um, ik zou dat wel willen, maar... ja ze dat is dan staan er vaak... niet gelukt. Hè? De zaakvoerder staat er vaak voor te springen, maar het team niet altijd. Um, ah ja, er zullen we altijd wel een paar enkelingen zijn. Ja. Maar ik denk... Allee, dat, is, dat is vaak juist ja, krachtig, hè, dat je de mensen in het bedrijf ook even naar voren schuift, want hè, iedereen kent ondertussen wel, wel Donald Muilen. Mm -hmm. um, dat is het gezicht van, van, van uh, Dovie zeker. <laughs> um, maar ja, dat is ook de enige die in beeld komt. Hè. Ja. Um, en, en wij proberen hier nu met, met de podcast ook iets ook wat andere mensen in beeld ja. te brengen. En dat brengt dat menselijke in. En dat is denk ik wel de kracht van dat soort content: dat je de mensen even naar voren schuift in plaats van inderdaad alleen de panden. van... Wij zijn een pandenboer, om het zo te ja. zeggen. En, en koop bij ons. Um, gebeurt het eigenlijk soms dat jullie. Um, want jullie delen informatie. Die informatie is interessant voor potentiële kopers, maar misschien ook voor mensen die al Spaans vastgoed hebben. hebben. Ja. Uh, niet per se bij jullie. Gebeurt dat soms dat mensen naar jullie komen en zeggen van zeg, wij hebben hier een huis in Spanje en we zitten nog met A, B en C? Dat gebeurt zeker. Dat hebben we nu nog meer en meer, omdat ze soms, mm -hmm. denk ik, van weten die mensen nog wel dat wij Spaans vastgoed verkopen? Want wij krijgen heel veel mm -hmm. uh, vragen binnen. Uh, nu, vorige week had ik zo nog eentje. Iemand die mij van alle vragen zei, die mens verontschuldigde zichzelf. dat Hij hem al ergens anders had gekocht. <laughs> Maar eigenlijk werd hij door zijn makelaar in de steek gelaten. Ja, als wij die mensen verder kunnen helpen, dan, uh, mm -hmm. dan zullen wij dat wel altijd uh, uh, doen. En je hebt ook de mensen die al uh, gekocht hebben, bijvoorbeeld. Wij delen altijd wat zijn de laatste nieuwe regels rond belastingen in België, Nederland, Spanje, mm -hmm. dat durft wel eens te verwijzigen. Ja. Wij verwittigen ook, hè, dus bijvoorbeeld alle mensen die een pand hebben dat ze niet verhuren um, in Spanje, die hebben nog tijd tot nu, 31 december, om hun belastingaangifte te doen, inkomstenbelasting, dus dat blijven wij herhalen. En dat mm -hmm. krijgen wij ook wel, maar op die manier hebben wij eigenlijk een fanbasis en een ambassadeurs, mm -hmm. mensen die, die, die die zeggen van kijk, wij hebben wel daar gekocht als iemand dat zegt, maar daar moeten niet zijn. Hè? Je moet naar Azul gaan. Die mensen hebben ons verder geholpen. Uh -huh. hè? Dus Wij krijgen ook spijtig genoeg wat er op een ander misgaat, komt bij ons binnen. Uh -huh. Omdat ja, ze hebben dan op de foute plaats gekocht of ze hebben gekocht met een grote lening. En, er was een gezicht dat ze heel veel konden verhuren en dat lukt niet, dus die komen in financiële problemen. Als wij dat kunnen, zullen wij dat ook oplossen mm -hmm. en eventueel dat pand uh, terugverkopen. Dus allee, um, de theorie is altijd van, en je moet je focussen en je moet je allemaal met die dingen niet bezighouden. Ik kan dat niet. Als er iemand een vraag heeft en iemand is in nood, als wij kunnen helpen, gaan wij dat gewoon doen. Mm -hmm. ja. Dat is wie dat ik ben. Ja, zo creëert je ook wel een, een mond aan -mond machine Ik hoop het. Uh, ja, ja. <laughs> maar dat is niet uit, uit de bedoeling van mond mond-aan-mond. Dat is gewoon mm -hmm. zo zit ik in elkaar. Mm -hmm. Zo Ja, we. wel, maar ja. Dat, dat, dat is denk ik de juiste insteek. Hè? Dat, dat zeggen wij hier steeds meer en meer. van, van Ga in gesprek met je klant en, en weet wat, 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 wat die mensen drijft. Um, ja, als je daar niet mee bezig bent, dan, dan wordt het moeilijk. Um, dus, dus u Natuurlijke interesse voor, die, voor, die, voor dat menselijk gedrag is, is, denk ik, wel een beetje de, de succesfactor in deze verhaal, als ik dat zo mag noemen. Um, en dat zorgt er ook voor dat, dat je nu die contentmachine op gang hebt gekregen, dat die ook werkt. Mm -hmm. uh, want, want het is allemaal heel transparant, het is heel vrijblijvend ook. Mm -hmm. um, en, en dat is. En verbeter mij erin ik, mm -hmm. ik fout ben. Maar dat is bij jullie wel, wel de sleutel geweest tot, tot suc succesvolle contentproductie: dat, dat inderdaad allemaal heel vrijgevig is. Van, Neem het allemaal mee, doe ermee wat je wilt. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Ja. Ik denk ge... dat dat de enige manier is, als je mm -hmm. alleen maar geeft om direct terug te krijgen. Zo werkt. Dat niet. Nee. Eigenlijk is dit. Dat is, vroeger spraken we van netwerking. Als jij naar uh, ik was lid van de Kamer van Koophandel, ik was lid van 2TC, de Antwerp Breakfast Club, allerlei clubs waar ik lid van was. Mm -hmm. uh, dan ging je naar een netwerkevent. Ja, als jij daar naartoe ging met de verwachting van, uh, ik ga hier buiten en ik ga zaken doen met degene die rechts of links mm -hmm. naast mij zat, zo werkt dat niet. Businesskaartjes verzamelen. Ja, businesskaartjes verzamelen, <laughs> zo werkt dat niet. Mm -hmm. Het is door jaren te geven dat je daar ook wel... Krijgt. wel terugkrijgt. Uh -huh. ja, en dat mensen zeggen van, hey, dat je out of the blue, mensen zeggen van, ja, ik heb uw naam gekregen, van. Hè? Dus uh -huh. uh, nu, dat, dat altijd maar dat geven, we hebben dat ook aan onze mensen moeten leren, want die durfden te uh -huh. zeggen van, um, ja, maar ik heb geen tijd meer om mijn job te doen als ik al die vragen moest, moet beantwoorden uh -huh. en niet onmiddellijk daar kan aan verkopen. Dus we hebben die eigenlijk moeten geruststellen uh -huh. en zeggen van, ja, maar... Dat is wel uw job. Uw job is mensen grondig informeren om een potentiële mm -hmm. ja. aankoop te doen. Ja. Maar wanneer dat die aankoop gaat plaatsvinden, ja, daar hebben wij natuurlijk nou, geen klant, invloed maar. op. Ja. en je ziet vanzelf zie je dat nu binnenkomen. Wij krijgen veel meer telefoons. En vroeger mensen die spontaan uh, bellen, die zeggen van: zeg, ik ben drie dagen uh, in Tenerife, was het een paar weken geleden. En uh, ja, uh, verkopen jullie daar ook? Ja, wij verkopen daar ook. Uh, ja, zeg, we, dat is het budget dat wij hebben. En wij zouden graag ook met jullie op stap gaan. Ze hadden al een afspraak met een andere makelaar. Uh, kan dat? Ja, dat kan. Als, uh -huh. Ik vraag altijd aan die mensen: van, waar kent ons van? Ah ja, maar uh, jullie hebben een kantoor in Roesselaar. En ik reed daar altijd voorbij. Ik ben uh -huh. gaan zien: die mensen zit al drie jaar in onze database. Hè? Dat uh -huh. wil zeggen, die heeft dus ooit een aankoopgids aangevraagd. Den heeft uitnodigingen gekregen voor webinars, info-avonden. Die is mm -hmm. nooit ergens op ingegaan. Nooit. Ja? Maar als het ertoe doet, dus dat was 14 dagen voor zijn mm -hmm. vertrek, pakt hij wel zijn telefoon en je belt naar ons. Ja. Die was door een andere makelaar mm -hmm. warm gemaakt via een pand. Ja? is ook wel met ons op stap mm -hmm. ja. heeft ook bij ons gekocht, wil mm -hmm. ik me fier op dan. Ja, dat. Is, dat is wel belangrijk, want um, dat is zo'n beetje de, de foute perceptie, dat, dat er nog altijd een beetje heerst, dat verbaast mij een beetje, um, dat content een redelijk snelle impact moet hebben. Terwijl heel veel content is, is een middellange tot zelfs lange termijn verhalen. Dat is, hey, je zijn nu in juni begonnen met TikTok, dat je de resultaten hebt die dat je vandaag hebt, dat is eigenlijk heel goed. Want vaak ja, moet je toch naar zeker een half jaar kijken voordat je daar echt impact van, van, van merkt. En, en dat is denk ik mindset, een mindset switch dat nog veel gemaakt moet worden van als wij vandaag met content beginnen, gaan we daar morgen geen, geen impact van hebben. En ik denk dat dan iemand dat drie jaar wacht met, met tot bij jullie te komen een, een heel mooi voorbeeld is. Um, nu, als we dan kijken naar de manier waarop jullie uh, vandaag omgaan met, met, met jullie klanten en, en die warm proberen te maken voor Spaans vastgoed uh, ja, ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is dat jullie er niet vies van zijn, maar even de handen uit de mouwen te steken en nieuwe dingen uit te proberen. Zijn er uh, nog andere dingen waar dat jullie naar uitkijken of die dat jullie aan het proberen zijn? Ja, die podcast. Die, die, die uh, dat je mag vertellen. <laughs> ja, die podcast. Dus ik hoop dat die tegen uh, december dat die, uh, online is om dus meer. Mm nog meer uitleg te kunnen geven en bepaalde onderwerpen verder uh, uh -huh. uit te diepen. Dat gaan we zeker. En waar we ook uh, mee gaan starten, dat is uh, webinars on demand. Eh, dus nu hebben wij drie webinars per maand waar mensen zich voor kunnen inschrijven. We, nu kunnen ze al, als ze het op de dag zelf niet kunnen volgen, uh -huh. kunnen ze 48 uur nog eens herbekijken. Uh -huh. uh, maar we gaan nu ook een test doen met volledig on demand. Het voordeel is dat het ja, op, op het moment dat het past kan bekeken worden. Mm -hmm. Het nadeel is natuurlijk dat normale webinar hebben wij een uur en dan nog een half uur vragen beantwoorden. Ja, dat ga ik daar niet kunnen ja. in doen. Hè. Dus uh, we denken dat we dat gaan doen over de streek. En uh, type panden en budget, omdat dat een beetje een algemene is, een start dan. En mensen uh -huh. die niet weten ja, wat is het verschil tussen al die kosten uh -huh. En wat kan ik daarvoor mijn budget kopen? Om die toch al ergens op weg te uh -huh. helpen. En dan wel te verwijzen naar wilde dan een webinar uh, ja. Waar dat je ook je vragen kunt stellen. Of kunt natuurlijk altijd rechtstreeks uh, met ons uh -huh. contact opnemen. Dus dat, dat gaan we zeker ook nog. Uh, uh -huh. Dat is ja, voor ja. volgend jaar eigenlijk uh, ook nog. Ja. Misschien dat je bijvoorbeeld uh, in, in de opname dan een soort van QR-code kunt steken. Hè? Van heeft een vraag, scan de QR-code, stel je vraag. Ja. Enzovoort, enzovoort. Even luid op aan het denken. Ja, wel <laughs> ja, dat we ook. Dat, we, dat er heel veel door bedrijven wordt gedaan, dat is elke actie moet herleiden zijn naar de webinar. Uh, sorry, naar de website. Mm -hmm. Daar geloven wij niet in. Hè? Dus dat die, nee. alles moet eigenlijk, mensen moeten ofwel hun antwoord hebben binnen het. Medium waar ze zitten. Zitten ze op TikTok, zitten ze op YouTube, zitten ze op Instagram, Facebook. Altijd die proberen naar hun website te trekken en dan meten en zeggen dat de actie succesvol is of niet, omdat ze iets gedownload hebben van hun mm -hmm. website. Dat denk ik niet. Wij zien de website als ons visitekaartje, eigenlijk. Mm -hmm. um, en Komen ze daar naartoe? Dat is goed, maar we willen zoveel mogelijk naamsbekendheid eigenlijk. Dat ja. als ze er toe doet, de moment dat ze er klaar mm -hmm. voor zijn, dat ze, in welke fase dat ze ook zitten, dat ze ons weten mm -hmm. te vinden. Ja, want dat is ook vanuit de mindset dat alles meetbaar moet zijn. Hè? Want uiteindelijk, hoe meer tijd dat er voortgaat met, met toenemende privacymaatregelen en ook gewoon mensen die wispelturiger beginnen te kopen, ja, je kunt niet alles meten en je gaat nooit alles kunnen meten. Dus, dus de website, daar, daar, well, daar geloven wij ook in, dat, dat, dat is inderdaad uw visitekaartje, maar dat is niet meer het kanaal van het. Er zijn zoveel andere manieren om het te doen. Um, ik had misschien nog een, een afsluitende vraag. Um, hè, jullie zijn ondertussen ja, echt een, bij spreek, een productiehuis geworden. <laughs> Als het door Spaans vast goed gaat. Als uh, een van onze luisteraars of kijkers nu zoiets heeft van, wel, nu denk ik eens bij, bij Azul gaan kijken, wat die doen, dat is keigraaf. Ik wil er ook wel mee starten. Wat zou jij aanbevelen van, van als die willen starten met contentproductie? Dat je het ineens voor de lange termijn moet zien als je, als je iets gaat doen met content. En dan na drie maanden beslissen van ja, we gaan het maar afvoeren, want ik heb geen resultaat gezien. Mm -hmm. uh, zo werkt dat niet. Het is zaaien, mm -hmm. uh, zaaien, zaaien. Zaai, en dat mm -hmm. oogst dat komt gegarandeerd. Dus mm -hmm. je moet het echt wel lange termijn zien en vooral keep it simple. Hè. Dus je mm -hmm. moet het niet te ingewikkeld of te, te moeilijk... Ik kan aannemen als je in een B2B zit, dat je een bepaald vakjargon bijvoorbeeld wel gebruikt. Uh -huh. Maar als je in B2C zit, alstublieft, laat dat weg. Uh -huh. Doe dat in eenvoudige taal. Dan de, uh -huh. Dat spreekt de mensen aan. Ze uh -huh. willen dat niet ingewikkeld hebben. Ze willen op een paar seconden je boodschap meenemen. Uh -huh. En dat is dus echt wel lange termijn. Gaan en dan proberen van, uh, zoveel mogelijk die content ook te hergebruiken. Hè? Dus mensen ja. moeten dat niet denken: van, oh, dat heb ik al gezegd. Wij moeten zo die, allee, Voor ons zijn de belangrijkste onderwerpen: hoe zit het met de belastingen, hoe zit het met de verhuur, hoe kan ik het financieren. En mm -hmm. dat moeten altijd in kleine stukjes terugbehapbaar terugbrengen. Dus mm -hmm. daar heb ik mijzelf ook moeten overzetten, mm -hmm. want ik heb zoiets van: dat heb ik al gezegd, ja. dat hebben we al gedaan. Ja, maar je hebt elke keer nieuwe mm -hmm. luisteraars of kijkers. Ja. Dus, Herhalen, herhalen, herhalen. Mm -hmm. Voor hen is dat, niet. Voor nee, is nee. dat nieuw, ja, niet voor mij. Exact. Ja, exact. Ja. Ja, ik heb in, in een vorige podcast ook gehad dat ik, dat ik na drie afleveringen dacht neemt heb ik dat precies al drie of vier keer gezegd, maar luisteraars merken dat niet. Of, of die appreciëren dat juist. Ja. Um, dus dat ik het dan misschien in drie puntjes mag samenvatten. Plannen voor de lange termijn. Um, content zoveel mogelijk hergebruiken, dus efficiënt omgaan met de productie. Dat ik er dan zelf in mag toevoegen. Vertrek vanuit de vragen van de doelgroep. Inderdaad, Want zo. daar zullen jullie er ook wel heel veel van krijgen. Ja. Vragen <laughs> geen gebrek. Um, Marleen, ik kan u bedanken voor deze aflevering. Ik denk Graag dat uh, dat ja. heel inzichtvol was voor, voor de luisteraars en voor mezelf natuurlijk ook. Uh, ik wens u nog heel veel succes mee, met uw podcast dat eraan komt. Uh, en uw webinars om die maand. En uh, tot de volgende. Ja, dank. Hasta luego. <laughs> <laughs>